Vandaag is de dag van de privacy. Dus vandaar dat ik mijn ogen een beetje bedek. Want ja, privacy, hè? Dan word je niet herkend. Goed, maar hoe teken je dat dan? Privacy. Laten we gewoon gaan tekenen. We zien het wel. Doe je weer mee? Ja, je zou kunnen denken aan gordijnen. Hè? Om een beetje privacy te hebben, doe je het gordijn dicht. Zouden we kunnen tekenen. Laten we dat eens even kijken. Hoe doe je nou een gordijn tekenen? Ik krijg die vraag wel eens vaker. Hoe teken je nou een gordijn, Maarten? Nou, laten we eens dat zo doen dan. En dan... Kun je nog zeggen van ik doe hier nog het schaduw en die plooien. Altijd de vraag weer van hoe loopt zo'n plooi? Nou, wat is dan de binnenkant en buitenkant? Ja, dat mag je in dit geval dus zelf bepalen. Nou, voilà. Een gordijn. Je kunt dan zeggen, die hangt aan een roe. Dat zit dan weer met de ogen, maar... Het zou kunnen zo. Om daar niet te veel in details te treden. Nou, een gordijn aan een roe. Privacy denk ik ook altijd een beetje aan detectives en zo. Ze zou ook nog kunnen kiezen voor een vergrootglas. Laten we het vergrootglas eens tekenen dan. Dan zit hier, zeg maar de... Dat is wel leuk zo. Vroeger vond ik dat ook altijd leuk zo. En dan top secret, weet je wel. Deden we zelf pasjes maken. Die printen we dan uit. En deden we plastificeren. Dan zetten we dan top secret op. En dan waren we geheimagent. Hartstikke leuk. Nou, een vergroot glas. Ja, je zou ook nog eens kunnen zeggen van, dat heb je wel eens zo'n handje van verboden toegang. En dan een duim zo. Dat zijn vijf vingers en zo. Halt, ho. Privé. Ja, dat is het eigenlijk... Let op, privé. Zou ook nog kunnen. Goed, ga daar zelf... Mag daar zelf natuurlijk ook wat bij verzinnen bij privé. Ik heb jou, je hebt hier even drie voorbeelden. Ik zou zeggen, tot morgen!